Bezoek bij Eindhoven in totaal andere omstandigheden. Slechts 1000 toeschouwers. En voor Cambuur was dat na het volle stadion in Leeuwarden weer even wennen. Frank Berghuis jaagt op Scheffer. De bal komt uiteindelijk voor. Pieren mag schieten. Dinsdag lukte het wel. Nu ging de bal naast. De corner met Van Rijswijk. Bij de eerste paal doorgekopt. Bij de tweede paal is Van den Berg. En zo is het na 4 minuten 1-0 voor Cambuur. Dat is een lekker begin voor de ploeg. Die moest proberen de concentratie vast te houden. De nummer 2 van de eerste divisie. Op bezoek bij de nummer 15. Pieren en Marbus. Goede combinatie. Pieren met het lopje. Uiteindelijk via de lat over. Cambuur dus bezig aan een mooie week. Gouwloze als rechtsachter mocht weer ver opkomen. En uiteindelijk wordt het een corner. En van die kant is het Frank Berghuis die ze neemt met dat mooie linkerbeen. Goed indraaiende corner, net gered door doelman Van der Sleen. En Eindhoven kan uitverdedigen. Cambuur wint met 1-0. Maar gisteravond was heel wat anders dan dinsdagavond tegen Ajax.